vandaag bij de Scratch. En de Scratch is een lustrumactiviteit van ESOG Corivium. En wat we vandaag gaan doen is om een klassiek stuk in één dag in te studeren. Dus we zijn vanochtend om 10 uur begonnen met repeteren. En vanavond om 8 uur is het concert. En dan laten we zien wat het koor en het orkest allemaal hebben gedaan vandaag. En wat vooral speciaal is aan het koor, is dat de studenten van onze TU zich hebben ingeschreven die totaal geen zangervaring hebben. Dus zij hebben vandaag een spoedcursus koorzang gekregen. En ook zij zullen meezingen vanavond. En dat is heel spannend voor hun, maar ook heel tof. Is het de eerste keer dat jullie gaan zingen in een koor? Ja, dat is vooral voor mij de eerste keer. Dat is spannend. Het bevalt erg goed. We hebben nu net het hele stuk in één keer achter elkaar doorgenomen en dat ging best goed. Ja, ik vind het ook wel heel gaaf. Het is wel een beetje zwaar af en toe op je stem, maar uiteindelijk is het zo gaaf om alles bij elkaar te horen komen. Dus. Valt het mee? Valt het tegen, zo'n lang stuk zingen? Het valt op zich wel mee, alleen misschien morgen mijn stem kwijt, maar dat zien we dan wel weer. Ja, je voelt het wel, maar het is wel heel, het is goed te doen. Kunt u mij vertellen hoe het nou is om op één zo'n dag zo'n complex stuk in te studeren? Nou, heel vermoeiend, dat in ieder geval. En, maar wat me wel heel erg is opgevallen is dat het koor goed voorbereid is. Dus iedereen heeft zijn verantwoordelijkheid genomen en thuis de muziek beluisterd, gezongen, gestudeerd. En wat betreft de concentratie van de zangers, die is tot het uiterste gedreven. Want, iedereen heeft zich enorm moeten concentreren om in een nieuwe zaal, in een nieuw koor. Want dit koor bestond deze ochtend nog niet, is deze voormiddag pas gevormd. Heeft toch iedereen zijn plekje kunnen vinden om onderdeel te worden van de muziek en van het koor en het geheel. Gedurende de dag heb ik een paar risico's genomen, samen met het koor en de muzikanten. En om 8 uur zullen we zien of mijn gokje een goede gok was, dus het is voor mij net zo spannend als voor de rest. So without further ado, I would like to introduce the conductor of the whole lot. I would like to have a very nice round of applause for Donja Tumic. Thank you.